Deze beelden komen uit een supermarkt in Breda. Het gaat om deze man met de flinke buik. En om deze vrouw met de oranje jas, lange sjaal en muts. U ziet het weer gebeuren. De man staat strategisch opgesteld. Schuin achter een oudere vrouw die haar boodschappen staat af te rekenen. En terwijl ze dat doet, gluurt de man over haar schouder mee en hebbes, de pincode is binnen. Later wordt de portemonnee van de oude dame gerold en binnen no time is ze voor duizenden euro's met haar pas gepind. Help mee ze te vinden, want anders is dit niet het laatste slachtoffer waarschijnlijk. Wie weet wie en waar dit tweetal is.